allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Controleer dat ook regelmatig, want af en toe doet YouTube een reset en dan ineens krijg je geen meldingen meer. Dus check het eventjes voor de zekerheid. Nou, lieve mensen, ik ben weer begonnen met allemaal boekreviews te doen. Nou, alle boeken die ik bij mij op de webwinkel heb staan, die heb ik allemaal zelf gelezen. Het zijn super interessante boeken. Leer je heel veel over psychologie, over spiritualiteit, over hoe je moet omgaan met geld, of hoe je juist meer geld kan vergaren, of hoe je om moet gaan met mensen, etiketten, ook wat voor spelletjes er allemaal gespeeld worden met mensen, hoe andere mensen dus weer een soort van masker opzetten, zodat je dat ook doorhebt. Wat voor spel wordt er nou eigenlijk gespeeld? Ook voor vrouwen hele belangrijke boeken. Wat voor versiertrucjes mannen soms allemaal gebruiken. Dat je ook dat doorziet. Je wordt gewoon slimmer, je wordt wijzer. En als ineens die sluier van leugens van mensen afvalt. Of dat je dat in ieder geval doorziet. En je gaat meer op je gevoel vertrouwen. Dat is ook heel erg belangrijk nu. Sowieso heel veel mensen aan het ontwaken zijn. Een heel erg spiritueel hooggevoelige aan het worden zijn, is het gewoon veel makkelijker om eigenlijk leugens te doorzien die mensen hebben. Weet je, mensen kunnen wel gewoon een woordje vertellen, maar als jij de intentie achter dat woord doorhebt dat dat gelogen is, weet je, dat voel je dan gewoon, dat resoneert anders niet of de energie is niet helemaal zuiver, dan heb je dat in de gaten en mensen kunnen zich erachter niet meer verschuilen. Nou, En dat is heel erg mooi, want ja, enorm veel mensen die dus niet ontwaakt zijn of die dat niet van nature hebben ontwikkeld voor zichzelf, ja, die zijn heel makkelijk om de tuin te leiden, te misleiden of in de maling genomen te worden, zeg maar. Nou, ik heb hier ook drie hele interessante boeken. Ik heb ze zelf gelezen, super interessant. Waar gaat het nou eigenlijk over? Ik zal het je even laten zien. Ik ga eerst met boek 1 beginnen. In de volgende video zal ik dan de andere twee boeken vertellen. Dit is van Robert Greene. En het boek heet De 48 Wetten van Macht. En dan heb je nog de 24 Wetten van Verleiden. En je hebt de 18 Wetten van de Menselijke Natuur. Nou, hij heeft ook nog een boek, de weet ik veel, 54 Wetten van Oorlog of zo. Die is helaas niet meer te verkrijgen bij de uitgever. Ik kan het dus niet bestellen en al dat soort dingen. Dus dat is uit de handel gehaald, want dat is ook een heel goed boek. Het is gewoon enorm interessant om te weten wat voor strategieën mensen gebruiken. En hoe andere, zeg maar, beroemde namen het hebben gedaan, hè, die iets te werk hebben gesteld. Dus hier heb je bijvoorbeeld 48 wetten van macht. En hier vertelt hij heel veel verhalen ook over hoe mensen die heel veel macht hebben vergaard, hoe hun dat hebben gedaan. En wat voor trucjes daar allemaal voor zijn. En wat je allemaal moet doen en wat je allemaal moet zeggen om macht te vergaren. En ik vind het een heel interessant boek, omdat je inzicht krijgt. Ook bijvoorbeeld als je veel met zaken te maken hebt of met dealen te maken hebt of waar je contracten moet ondertekenen of dat je zelf contracten hebt. Hoe haal je anderen over de streep? Wat voor trucjes gebruiken andere mensen? Dan krijg je gewoon zoveel kennis en ervaring of inzicht in dingen waardoor andere mensen hun masker ook afvallen. Ja? Dus daarvoor vind ik het heel belangrijk dat mensen dit soort boeken ook lezen, zodat ze zelf ook weten, oké, hoe gebruiken andere mensen hun trucjes? Zo zul je ook de trucjes dan in de politiek ook herkennen, want het staat hier ook allemaal haarfijn en uitgelegd wat voor trucjes ze gebruiken en hoe je dat dus herkent. Hè? Dat ze zich dus anders voordoen als dat ze werkelijk zijn, alleen maar om een bepaald doel te bereiken. Hè? Of om dat contract voor elkaar te krijgen, getekend te krijgen. Of om mensen te misleiden of te verleiden. Of om de tuin te leiden. Ook religieuze instellingen die trucjes gebruiken om zieltjes te winnen. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Het is een super interessant boek. Dus ik zal jullie eerst de achterflap voorlezen. Dan weten jullie een beetje waar het over gaat. Nou, de 48 wetten van de macht. Wet 1, overschaduw uw meerdere nooit.
Wet 2. Vertrouw niet te veel op uw vrienden. Gebruik uw vijanden. Wet 3. Houd uw ware bedoelingen strikt geheim. Wet 4. Zeg altijd minder dan nodig is. Wet 5. Van uw reputatie hangt veel af. Verdedig uw reputatie. Nou, wat ik al zeg. Ja, de wetten dus voor mensen die heel veel macht hebben vergaard. Of die heel veel macht willen vergaren. En lees dit boek om zelf inzicht te krijgen. Om te weten, oké, hoe gebruiken anderen hun trucjes zodat ik doorheb wat voor spel er gespeeld wordt. Ja? Want we worden echt moe van die maskers. Ik word moe van die maskers. Ja, en ik denk ook die mensen die dat masker dragen doodmoe van zichzelf worden. Want het is niet te doen om jezelf continu anders voor te moeten gaan doen. Om maar elke keer diegene te beduvelen. Ja, of in de maling te nemen. Of dat voor elkaar te krijgen wat je heel graag wilt. Want waarom kan je daar niet gewoon eerlijk over zijn? Waarom kan je niet gewoon vriendelijk zijn tegen mensen vanuit je hart? Vanuit je pure hart. Dus het is eindelijk eens tijd dat die maskers gevallen en dat heel veel mensen die trucjes doorhebben. Nou, sommige mensen spelen met macht en verliezen die volledig door één fatale vergissing. Anderen nemen alle juiste stappen en trekken de macht buitengewoon handig naar zich toe. De 48 wetten van de macht is een handboek om het wezen van de macht te doorgronden. Eén onderwerp waarmee filosofen en schrijvers zich al eeuwen bezighouden. Ruim 3000 jaar kennis samengebald tot 48 wetten voor degene die macht willen, macht observeren of zich tegen macht willen wapenen. Precies. Greene's teksten zijn boeiend en bieden ook net de goede dosering aan details om de fijnere kneepjes te ontwaren waar het bij het machtsspel op aankomt, trouw. Masterclass Macht voor Machiavelli Sunday Times. Dit boek is een geschiedenis van de macht in al haar verschijningsvormen. Geïllustreerd met mooie uitspraken van dichters en denkers. Hervormd Nederland. Robert Greene studeerde Frans aan de Universiteit van New York en klassieke talen en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit van Wisconsin. Hij schreef de 24 wetten van het verleiden en de 33 wetten van de oorlog en ook de 18 wetten van de menselijke natuur. Nou, die hebben we hier liggen. Nou, dan gaan we beginnen. Hier in het begin staan al heel veel items waar de hoofdstukken over gaan. Bijvoorbeeld, overschaduw uw meerdere nooit. Dat is wet 1. Wet 2. Vertrouw niet te veel op uw vrienden. Gebruik uw vrije vijanden. En er wordt dan ook uitgelegd, hè. Dus waarom je dat niet moet doen. Bijvoorbeeld, overschaduw uw meerdere nooit. Er staat er een uitleg bij. Geef de mensen die boven u staan altijd het behagelijke gevoel dat ze superieur zijn. In uw verlangen hen gunstig te stemmen en indruk op hen te maken, moet u niet al te zeer met uw talenten te koop lopen. Want u zou het tegenovergestelde kunnen bereiken. Ze gaan zich angstig, onzeker en onveilig voelen. Bewerkstellig dat uw meerdere genialer lijken dan ze zijn. En u zult de hoogste toppen van de macht bereiken. Het is toch te erg voor woorden, hè? Dat je gewoon niet eens een keer trots op jezelf mag zijn. Dat je gewoon niet eens een keer mag zeggen, ik ben ergens goed in. Ik vind mezelf fantastisch. Hier in Nederland is het heel erg overdreven, hè? Ik bedoel, hier kan je beter inderdaad zo weinig mogelijk lof over jezelf praten. Dus als je jezelf nog niet zo heel erg goed vindt, dan zeggen ze, nee joh, je bent hartstikke goed. En dan krijgen mensen gewoon vol lof, zeg maar, krijgen ze dan. Maar je mag niet naast je schoenen gaan lopen, zeg maar. Of je mag niet te veel over jezelf gaan vertellen dat je zo leuk bent, zo goed bent. Want dan word je gewoon niet aangenomen bij bepaalde dingen. Het slaat helemaal nergens op. In Amerika moet je juist weer veel meer over jezelf praten. Dan moet je wel zeggen dat je fantastisch bent, dat je de beste bent. En dat niemand beter is dan jij. Dan krijg je wel die deal aangeboden. En anders krijg je niet dat contract onder je neus die je heel graag wenst, zeg maar. Het is echt ja, ook apart, want het is ook nog eens een keer cultuurverschillend. Maar hier staan dus heel veel tips. Nou, bijvoorbeeld, vertrouw niet te veel op uw vrienden. Gebruik uw vijanden. Hoed u voor vrienden, omdat ze gemakkelijk aan jaloezie ten prooi vallen. Dat is toch ook echt te triest voor woorden. Jaloezie allemaal. Wat is dit voor wereld? Dat ego is echt verrot, weet je. Zijn ze eerder geneigd u te verraden? Ze kunnen zich ook te zeer in de watten gelegd voelen en zich bedillerig gaan gedragen.
Als je een voormalige vijand in dienst neemt, zal hij zich loyaler opstellen dan een vriend. Want hij heeft meer te bewijzen. Het is zelfs zo dat u meer te vrezen heeft van vrienden dan van vijanden. Als u geen vijanden hebt, zorg er dan voor, op de een of andere manier, voordat u ze krijgt. Oké dan. Oké. Houd uw ware bedoelingen strikt geheim. Dat is wet 3. Zet iedereen voortdurend op het verkeerde been en onthul dus nooit de ware bedoelingen van uw handelen. Nou, dat is Rutte en Co. Als niemand in de gaten heeft waar u op uit bent, zal niemand zich ook kunnen voorbereiden op enige vorm van verdediging. Loop een flink eind met de mensen mee op het dwaalspoor dat ze volgen. Leg op het gepaste moment een rookgordijn. En tegen de tijd dat ze eindelijk achter uw ware bedoelingen gekomen zijn, is het ruimschoots te laat. Oh my god, als je toch zo je leven moet leiden om andere mensen om de tuin te leiden. Maar ja, goed, dat zie je ook maar ook bij Rutte en Co. en weet ik het allemaal, weet je. Ik bedoel, ze liegen. Het liegt maar. En iedereen weet dat het liegt. Maar doordat het weet dat het liegt, we weten toch dat het liegt. En dan wordt ook dit gedaan zo, van ja, we weten het toch. We weten toch al dat het geloof is. En er wordt niks aan gedaan verder, want ja, hetzelfde als mensen bijvoorbeeld autistisch zijn of zo, weet ik veel wat, dan mogen ze van alles, omdat je weet, nou ja, hij is autistisch, wat kun je eraan doen, weet je wel. Nou ja, politiek, ze zijn allemaal leugenaars, maar ja, wat kun je eraan doen? Ah ja, we weten het toch, weet je wel. Of als iemand een creep is of zo, ja, dat is een creep, dat weet je toch dat een creep is. Nou, vooral uit de buurt blijven. Maar weet je wel, dat wordt zo, ik weet niet wat er met die gedachten zijn, weet je. Doe er iets aan. Wet 4. Zeg altijd minder dan nodig is. Wanneer u met woorden indruk op mensen wilt maken, komt u banaler en minder zelfverzekerd over naarmate u meer zegt. Ook al zegt u iets heel gewoons, het zal zeer origineel lijken als u in het vage blijft. Sphinxachtig en zin in de lucht ledige laat hangen. Machtige mensen imponeren en intimideren door zo weinig mogelijk te zeggen. Hoe meer u zegt, hoe groter de kans dat u iets doms te berde brengt. Ja, dat hebben ze ook van die. Zo'n blik. Meer hoeven ze niet te zeggen. Dat is al genoeg, hè? Ja. Oké. Wet 11. Maak mensen van u afhankelijk en houd dat zo. Om uw eigen onafhankelijkheid te kunnen handhaven, moet u ervoor zorgen dat u volstrekt onmisbaar wordt. Hoe meer men op u leunt en steunt, hoe groter uw vrijheid is. Zorg ervoor dat mensen voor hun geluk en voorspoed van u afhankelijk zijn en u zult niets te vrezen hebben. Vertel ze echter niet zoveel dat ze het eventueel toch nog zonder u zouden kunnen stellen. Oh ja, dat hoor je ook al veel. Ach, vreselijk. Ontwapen uw slachtoffer met selectieve eerlijkheid en edelmoedigheid. 12. Eén enkel gebaar van eerlijkheid en oprechtheid kan tientallen slinkse manoeuvres verhullen. Oh my god. De waakzaamheid van zelfs de meest wantrouwende lieden zal verslappen als ze geconfronteerd worden met openhartig vertoon van eerlijkheid en edelmoedigheid. Oh my god, dat is het allermooiste van de mens. Het edelmoedigheid en eerlijkheid. Als uw selectieve eerlijkheid eenmaal een gat in hun panzer heeft geboord, kunt u ze bedriegen en manipuleren. Eén geschenk op het juiste moment, een Trojaans paard, zal hetzelfde effect hebben. Nou goed, allemaal heel veel van dit soort dingen. En dit zijn dus eventjes de hoofdstukken. Dus al die wetten. Die leggen ze dan uit. En dan bij elke wet hoort dan een verhaal waar het over gaat. Dus laat ik eens gewoon een wet pakken. Oké, dwing meer respect af door er niet te zijn. Wet 16. Eén te groot aanbod drukt de prijs. Hoe meer u gezien en gehoord wordt, des te gewone lijkt u. Slaat dan weer op. Maar goed, dat is natuurlijk, oh, je bent onantastbaar of je bent onbereikbaar. Hebt u zich een plaats verworven in een groep, dan zal er meer over u gesproken worden. En u zult zelfs meer bewonderd worden als u zich tijdelijk terugtrekt. U moet leren wanneer u zich terug moet trekken. Schep waarde door schaarste. Wet 20. Bind u aan niemand. Het is een dwaas die zich altijd beijvert partij te kiezen. Bindt u aan geen andere partij of zaak dan de uwe. Door u onafhankelijk op te stellen, wordt uw heer een meester over de anderen en kunt u mensen tegen elkaar uitspelen. Of ze ertoe aanzetten u te volgen. My god. Nou, deel 1. Bindt u aan niemand dus.
Stort u nooit in een gevecht of conflict. Laat het vechten aan anderen over, terwijl u zich afzijdig houdt. Toekijkt en afwacht. Wanneer ze goed moe zijn, zijn ze rijp om te worden geoogst. U kunt er zelfs een gewoonte van maken tweedracht te zaaien tussen andere mensen en vervolgens de bemiddelaar te spelen. Ja, zo gaat dat, jongens. Naleving van de wet. Eind 15e eeuw waren de sterkste stadstaten van Italië, Venetië, Florence, Rome en Milaan, in voortdurende strijd gewikkeld. Boven het slagveld zweefden Frankrijk en Spanje, klaar om van de verzwakte Italiaanse mogendheden in te pikken wat ze konden. En tussen twee vuren zat het straatje Mantua, geregeerd door de jonge hertog Gianfrancesco Gonzaga. Mantua was strategisch gelegen in Midden-Italië en het leek slechts een kwestie van tijd voordat een van de mogendheden het zou opslokken en Mantua zou ophouden te bestaan als onafhankelijke vorstendom. Gonzaga was een vurige krijgsheer en bekwaam bevelhebber en hij werd een soort van huurlingengeneraal voor de partij die het best betaalde. In 1490 trouwde hij met Isabella d'Este, een dochter van de heerser over een ander klein Italiaans vorstendom, Ferrara. Doordat hij het grootste deel van zijn tijd buiten Mantua doorbracht, viel de taak om in zijn plaats te regeren aan Isabella toe. Haar eerste werkelijke test als heerseres kwam in 1498, toen Lodewijk de VI van Frankrijk een leger op de been bracht om in Milaan aan te vallen. Op hun gebruikelijke, infame manier zochten de Italiaanse staat ogenblikkelijk naar een manier om de problemen van Milaan uit te buiten. Paus Alexander IV beloofde niet tussen beiden te komen en gaf de Fransen daarmee carte blanche. De Venetianen maakten duidelijk dat ook zij Milaan niet zouden helpen. In de ruil waarvoor hoopten ze de Fransen hun Mantua zouden geven. De hertog van Milaan, Lodovico Sforza, stond opeens alleen en verlaten. Hij wendde zich tot Isabella d'Este, een van zijn beste vriendinnen, en volgens de geruchten ook zijn minares, en smeekte haar hertog Gonzaga te overreden hem te hulp te komen. Isabella probeerde het, maar haar gemaal weigerde omdat hij Sforza's zaak als hopeloos beschouwde, en zo viel Lodewijk in 1499 Milaan aan en nam het moeiteloos in. Isabella zag zich voor een dilemma gesteld. Als ze trouw bleef aan Lodovico, zouden de Fransen nu tegen haar optrekken. Als ze zich echter verbond met Frankrijk, dan zou ze elders in Italië vijanden maken en Mantua compromitteren, wanneer Lodewijk zich tenslotte terugtrok. En als ze zich om hulp tot Venetië of Rome wendde, zouden die Mantua eenvoudig opslokken onder het mom van hulp. Maar ze moest iets doen. Ze voelde de adem van de machtige koning van Frankrijk in haar nek en besloot hem te paaien zoals ze eerder Lodovico Sforza had gepaaid. Met vorstelijke geschenken, geestige intelligente brieven en de mogelijkheid van haar gezelschap. Want Isabella was befaamd als een vrouw van weergaloze schoonheid en charme. In 1500 nodigde Lodewijk Isabella uit voor een groot feest in Milaan om zijn overwinning te vieren. Leonardo da Vinci bouwde voor de gebeurtenis een enorme mechanische leeuw. Wanneer de leeuw zijn muil opende, spuwde hij verse lelies uit. De symbolen van het Franse vorstenhuis. Op het feest droeg Isabella een van haar beroemde japonnen. Ze had veruit de grootste garderobe van alle Italiaanse vorstinnen. En precies zoals ze had gehoopt, betoverde en fascineerde ze Lodewijk, die alle andere vrouwen die om zijn aandacht het streden negeerde. Weldra werd ze zijn vaste metgezellin en in ruil voor haar vriendschap zwoer hij de onafhankelijkheid van Mantua te verdedigen tegen Venetië. Maar terwijl het ene gevaar week, dreigde er een andere. Ernstige ditmaal vanuit het zuiden, in de gedaante van Cesare Borgia. Vanaf 1500 was Borgia gestaag naar het noorden opgetrokken en had onderweg alle kleine vorstendommen opgeslokt in naam van zijn vader, paus Alexander. Isabella begreep Cesare perfect. Hij was niet te vertrouwen en mocht onder geen beding worden gebruskeerd. Hij moest worden gepaaid en op een afstand gehouden. Isabella begon hem geschenken te sturen. Valken, vechthonden, parfums en tientallen maskers
die hij, zo wist ze, altijd droeg wanneer hij in Rome over straat liep. Ze stuurde boodschappen met vlijende begroetingen, hoewel deze boodschappen tevens fungeerde als spion. Op een gegeven moment vroeg zich Zara of hij enkele troepen in Mantua mocht legeren. Isabella wist hem hoffelijk af te wimpelen, maar al te goed wetende dat, wanneer de troepen eenmaal in de stad waren ingekwartierd, ze nooit meer zouden vertrekken. Terwijl Isabella Cesare in haar ban bracht, drukte ze iedereen in haar omgeving op het hart nooit slecht over hem te spreken. Aangezien hij overal spionnen had en het minste of geringste voorwendsel zou aangrijpen voor een inval. Toen Isabella een kind kreeg, vroeg ze Cesare als peetvader. Ze schermde zelfs met de mogelijkheid van een speciale band tussen haar familie en de zijne. Op de een of andere manier lukte het allemaal, want hoewel hij elders als alles innam wat op zijn weg lag, spaarde hij Mantua. In 1503 stierf paus Alexander. Cesare's vader en enkele dagen later trok de nieuwe paus Julius II ten strijde om de Franse troepen uit Italië te verdrijven. Toen de hertog van Ferrara Isabella's broer Afonso de kant van de Fransen koos, besloot Julius hem aan te vallen en te vernederen. Opnieuw zat Isabella in de val, aan de ene kant de paus, aan de andere kant de Fransen en haar broer. Ze durfde zich aan geen van beiden te binden, maar een van beiden bruskeren zou even rampzalig zijn. Opnieuw speelde ze het dubbelspel waarin ze zo bekwaam was geworden. Enerzijds haalde ze haar man Gonzaga over voor de paus te vechten, wetend dat hij niet erg hard zou vechten. Anderzijds verleende ze Franse troepen doortocht door Mantua om Ferrara te hulp te komen, terwijl ze in het openbaar klaagde dat de Fransen haar grondgebied waren binnengevallen. Voorzag ze hen heimelijk van waardevolle informatie om de invasie geloofwaardig te maken tegenover Julius. Liet ze de Fransen zelfs net doen alsof ze Mantua plunderden. En opnieuw lukte het. De paus liet Mantua met rust. Dus eigenlijk net als het hele politieke is niet veranderd. Ja, dus wat we allemaal nu zien, ook hoe ze over andere landen praten, hoe ze landen slecht maken, hoe ze andere kandidaten, presidenten of iets slecht maken om ons te doen laten geloven dat het allemaal slecht is. En eigenlijk ook een heel groot spel allemaal is. De paus liet Mantua met rust. In 1513, na een langdurig beleg, versloeg Julius Ferrara en de Franse troepen trokken zich terug. Uitgeput door de inspanningen stierf de paus enkele maanden later. Na zijn dood begon de nachtmerrieachtige cyclus van veldslagen en ruzietjes van vooraf aan. En veranderde veel in Italië tijdens Isabella's regering. Pausen kwamen en gingen. Cesare Borgia kwam op en ging ten onder. Venetië verloor zijn rijk. Milaan werd ingenomen. Florence raakte in verval en Rome werd geplunderd door de Habsburgse keizer Karel IV. Al die tijd bleef Mantua niet alleen zelfstandig. Het bloeide zelfs en het hof werd door Italië benijd. De welvaart en soevereiniteit van Mantua zouden tot een eeuw na Isabella's dood in 1539 aangetast blijven. De uitleg hierover staat hier ook in. Dus wat is nou het moreel van het verhaal? Isabella d'Este doorzag Italië's politieke situatie met verbazingwekkende helderheid. Zodra je partij koos voor een van de machten, was je verloren. De machtigen zouden je overrompelen, de zwakken zouden je uitputten, elk nieuw bondgenootschap zou leiden tot een nieuwe vijand en naarmate deze cyclus meer conflicten oprakelde, zouden er meer machten bij betrokken raken, tot het onmogelijk was je eraan te onttrekken. Uiteindelijk zou je instorten van uitputting. Isabella bracht haar rijk op de enige koers die haar in veiligheid zou brengen. Ze zou zichzelf niet toestaan haar hoofd te verliezen door trouw aan een hertog of koning. Ze zou evenmin proberen het conflict dat om haar heen raasde te stoppen. Dat zou haar alleen maar meesleuren en het conflict was hoe dan ook in haar voordeel. Als de diverse partijen elkaar op leven en dood bestreden en zich daarbij uitputten, verkeerden ze niet in de positie om Mantua op te slokken. Zodra u zich mengt in een strijd die u niet zelf hebt gekozen, geeft u het hef uit handen. De belangen van de strijdenden worden uw belangen. U wordt hun werktuig.
Leer uzelf te beheersen en uw natuurlijke neiging te bedwingen om partij te kiezen en mee te vechten. Wees aardig en charmant tegen elk van de strijdende partijen en doe een stap terug, zodra ze in botsing komen. Met elk gevecht worden ze zwakker, terwijl u sterker wordt met elk gevecht dat u mijt. Als de snip en de mossel vechten, wordt de visser er beter van. Dus de machtsmiddelen. Om te slagen in het machtsspel moet u uw emoties beheersen. Maar zelfs als u erin slaagt zoveel zelfbeheersing te verwerven, kunt u nooit het permanent van de mensen om u heen in de hand houden. En dat vormt een groot gevaar. De meeste mensen opereren in een draaikolk van emoties, voortdurend, reagerend, ruzies en conflicten uitlokkend. Uw zelfbeheersing en zelfstandigheid zullen hen alleen maar dwars zitten en woedend maken. Ze zullen proberen u in een draaikolk te trekken, u smeken partij te kiezen in hun eindeloze gevechten of vrede met hen te sluiten. Als u bezwijkt voor hun emotionele smeekbeden, zullen uw geest en tijd geleidelijk in beslag worden genomen door hun problemen. Sta niet toe dat u wordt meegesleurd door uw eventuele compassie en medeleven. U kunt het spel nooit winnen. De conflicten kunnen zich slechts opstapelen. Anderzijds kunt u zich niet volledig afzijdig houden, want dat zou nodeloze agressie opwekken. Om het spel goed te spelen, moet u geïnteresseerd lijken in andermans problemen en soms zelfs hun kant lijken te kiezen. Maar terwijl u uiterlijke tekenen van vriendschap toont, moet u uw innerlijke energie bewaren en uw geestelijk in evenwicht houden door uw emoties erbuiten te laten. Hoe hevig men ook probeert u erin te betrekken, sta nooit toe dat uw belangstelling voor hun zaken en ruzietjes dieper gaat dan de oppervlakte. Geef hem cadeaus, luister met een meelevend gezicht, speel ze zelfs af en toe de charmeur. Maar houd innerlijk zowel de vriendelijke vorsten als de perfide Borgia's op een afstand. Door uw autonomie te bewaren, houdt u het initiatief. Uw manoeuvres blijven uw eigen keuze, niet de verdedigende reacties op het duwen en trekken om u heen. Niet al te gauw naar de wapens grijpen kan op zichzelf een wapen zijn. Vooral als u anderen zich laat uitputten in het gevecht en vervolgens van hun uitputting profiteert. In het oude China werd het koninkrijk Xing eens overvallen door het koninkrijk Qing. Huan, de heerser over het naburige provincie, vond hij Xing te hulp moest schieten. Maar zijn raadsman adviseerde hem te wachten. Xing is nog niet verwoest, zei hij, en Qin is nog niet uitgeput. Als Qin niet uitgeput is, kunnen we onmogelijk zeer invloedrijk worden. Bovendien, de verdienste van het steunen van een staat in gevaar is minder groot dan de verdienste van het tot nieuw leven wekken van een verwoeste. Het argument van de raadsman won het. En zoals het had voorspeld, verwierf Huan later roem door zowel Xing van de rand van de afgrond te redden, als later een uitgeput Qin te overwinnen. Hij bleef buiten de strijd tot er in verwikkelde krachten elkaar hadden uitgeput, op welk moment hij veilig tussen beiden kon komen. Dat is wat uw afzijdigheid van het strijdgevoel u biedt. Tijd om uzelf in een positie te manoeuvreren van waaruit u van de situatie kunt profiteren. En zo gaat het nog een stuk door. Het is echt super interessant, dit boek. Het geeft je zoveel inzicht over hoe strategieën worden gespeeld, hoe dingen ook uit worden gespeeld. En ook om inzicht te krijgen in jezelf in bepaalde dingen die je doet. Maar ook in inzicht te krijgen over andermans maskers die ze dragen. En ook om deze te laten vallen. En inderdaad, met bepaalde ruzies. Mensen hebben natuurlijk veel te snel de neiging om in emoties te schieten. Wat ik wel een heel belangrijk punt vind, is dat je altijd wel achter je familie staat. Wat dan ook. Hè? En niet vals gaat spelen of bijvoorbeeld je kinderen alleen voor laten staan, of je eigen vader en moeder of je eigen broer en zus achteruit te zetten. Dat soort dingen mag nooit. Ja, dat vind ik. Dat is mijn principes. Mag nooit. Dus altijd achter je familie, als je een goede familie hebt tenminste, altijd achter je familie te staan. En over en weer, want zo ben je wel een hele sterke kracht. En als een familie, dus een stam, krachtig is, is die onverwoestbaar. Lieve mensen, dit boek kun je dus bestellen bij mij op de website www.dilailateunis.nl. In de volgende video ga ik jullie vertellen
over Robert Greene, de 24 wetten van verleiden. En een andere video, de 18 wetten van de menselijke natuur. Ook super interessant. Nou, hele dikke knuffel. Ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren. En misschien enkele video meer van mij. Doei!